Er is niet wat het ongeschef van het Friske platteland de Aroen het tientallen jaren meer verloren had als de ruilverkaveling. Friesland roen landelijks jongen vier voorop. Zou weer de allereerste ruilverkaveling van Nederland op het Ameland. En in de Rottevallen waard een experiment dien dat letter op een soort plakken nooit volgen waard. Het hele proces van ruilverkaveling had in Friesland goed 100 jaar worden. Roegwaai de hele 20e eeuw. In eerste werd het vooral bedoeld om de boeren het werkje makkelijker te maken. Maar gaandewei waard de ruilverkaveling belangrijk voor elke een in die streek. Vaak waren gebieden volslein op een ei in ruchten. Friesland had hem vooral in de 19e eeuw ontwikkelen tot een echte landbouwprovincie. Gaandewei werd er meer en meer roeggebied geschikt maken om te borken. Lijk als de grote heidevelden in de Woerden. De bouwboeren verbeteren haar technieken zodat de opbrengst per loon omheen keert. En de grootboeren kennen heel dit meer keimelken. De boeren willen haar bedrijf graag verder ontwikkelen, maar het loonskip leent er maar niet altijd aan. In de rief van de jaren had elke boer, troch keep en verkeep, ruil of dankzij familie, alle gelietse stikjes groengaren die het vaak overal troch een warhinnen lizen. Bovendat ben er lang niet altijd goeie dieken. Wil er heel tijd meer en grotere trekkers en machines komen. Op het Ameland bij Gelieks wen het een boer die 12 hectare groen had. Verdeeld over net minder als 269 stikjes loon. Soms maar van een peer vierkante meter grut. Hij had druwend verlet van een ruilverkaveling. Het ruilen van de kavels, de stikken loon. Zodat er zijn groen mooi tegenbij wat krijgt. Hij kan zijn loon dan zo inruchtje dat het grotere lapen worden, maar goede sletten eromheen en goed over de diek te bereiken. Het eerste ruilverkavelingsproject weer op het Ameland, in 1960. Er wordt drok ruilen en de boer met zijn 269 stikjes loon houdt liekevolle groen oer, maar nu verdeeld in maar 5 stikken. Dat kan helpen. En ook de oren Amelander boeren gaan erop vooruit. Ze kunnen nog het bedroegen weer uitvrijdje en er worden voortendalijks meer kei naar het eiland halen. De pleetsen en de stolen worden grutter en er komt een nieuwe zuivelfabriek. Het succes van het Ameland krijgt op verschillende plakken een vervolg. En in 1924 komt er zelfs een ruilverkavelingswet. Hiermee kunnen boeren in een ruilverkavelingsgebied zelfs dwongen worden om mee te dwangen. Nooit de Tweede Wereldoorlog komt de zaak goed opkomen. Er is door de vernielings en door de hongerwinter groot verlet van goede landbouwgroen. Bovendat kan het platteland wel wat hel broeken om de achterstaan op de steden in te rennen. Zo wordt ruilverkaveling meer als een boerenkwestie. Het wordt een compleet streekplan waarbij het borkerijen soms sloopt en in de oors weer nijbouwd worden. Dieken worden online. En boeren en boerinnen krijgen begeleiding in het ontdekken van moderne technieken en nieuwe mogelijkheden om te borken. De Rottevallen is in de jaren 50 een van de eerste plakken dat de ruilverkaveling zo aanpakt wordt. En een voorbeeld is van het hele loon. Zelfs de minister komt op bezitten. Maar de ruilverkaveling had ook een keerzijde. Het doel is om de borkerijen grutter en moderner te maken. En dat gaat vanzelfs ten koste van de lietse bedrijven. En van de meesten die het heel dan met grutter borkje willen. Een soort lietse boeren worden ze gedwongen om ermee op te houden. Maar dat vinden de minister en de regering net slim. Nee, ze beschouwen dat als een noodzaak om de Nederlandse landbouw sterker te maken. Hield iets meer verschoven de belangen van de ruilverkavelingsprojecten. Eerst gaat het alleen nog om landbouw. Letter om een compleet gebied, met huizen en bedrijfsterreinen, fietspaden en recreatiemogelijkheden. De laatste jaren wordt er heel veel meer belang hechten aan het natuurbeheer. Meer en meer mensen hebben moeite met het rucht- en sluchtmaatje van de boerengroen. Zij vinden dat er meer rond te komen mat van nieuwe natuurgebieden en het verbeteren van de bestaande natuur. In haast alle Friske gebieden binnen de ruilverkavelingsprojecten nou voldien.